Port Marion is een attractie in Wales die elk jaar zowat een 250.000 mensen op bezoek krijgt. Het is een schepping van één man, Sir William Sallis. Deze Welse architect droomde ervan het Italiaanse plaatsje Portofino na te bouwen. Hij begon met de bouw van dit dorpje in 1925. De meeste gebouwen heeft hij zelf ontworpen. Andere bouwwerken of bepaalde zaken heeft hij ergens weggehaald en hier heropgebouwd of neergezet. Deze pagode met Boeddha-beeld is een overblijfsel van een filmset. Sir Williams was een succesvol architect. Hij is nooit rijk geweest. Heel zijn vermogen spendeerde hij aan het tot stand komen van Port Marion, dat tegelijkertijd zijn hobby en zijn levenswerk was. Tot aan zijn dood in 1978 heeft Sir Williams aan zijn droom gewerkt.